Ja, we zitten hier. En als we hoger gaan staan, dan zie je het al aan de rechterkant van het beeld. Daar is een hele hoge berg. Wow. Ja, we zijn in Nederland natuurlijk. Oh, we zijn niet op vakantie. Heel erg gaaf ziet het er hier uit. En je ziet het ook heel duidelijk, de heide, die begint al paars te worden. Maar nu, daar heb je een hoge berg. En deze die aan deze kant zit, ja, die is wel extreem hoog. Wauw. Ja, ik kan het eigenlijk met niks vergelijken, want als je daar een bank neerzet, dan zou die zo hoog komen. En dat was het. Dus ik denk dat je een aantal honderden banken nodig hebt om bovenaan te komen. Oh, gaaf. Dit is echt een mega berg die ik nou niet iedere dag tegen wil komen. Oh, het is wel mooi. Ja, je ziet heel duidelijk een soort van wildspoor naar boven lopen. Nou. Ja, mooi of is het mooi? Wow. Ik ben eigenlijk een beetje sprakeloos. Dit kom ik ook niet iedere dag tegen. En een beetje zo'n zandvlakte erbij. Ja, dit is ook een ideale plek om een paar geocaches lukraak te verstoppelen ergens. Bijvoorbeeld bij dat boompje ergens. We zullen eens eventjes over nadenken. We zullen eens thuis wat in elkaar gaan flansen. Dat lijkt me ook wel gaaf. Maar nu, we gaan even dit pad aflopen, kijken waar we uitkomen. Oh. Het is bedrukkend warm weer. Dus we doen het vandaag rustig aan. En je ziet het na de stortregen. Het begint langzamerhand weer een klein beetje groener te worden buiten. Wow. Want echt alles was uitgedroogd. Heel gaaf dit. Oh. Ja, als je nou hier staat, dan ben je ongeveer in het midden sta je dan. En dan heb je gewoon letterlijk en figuurlijk dit uitzicht. Ja, nu nog eigenlijk hier een villa bouwen. En daarachter een zee maken. Zoals de Middellandse Zee. En dan geef ik deze plek 101%. Maar er is geen zee hier in de buurt. Dus we gaan de video weer beëindigen. Doei!